Welkom dames en heren bij een nieuwe Career Mode video van mij. Ik ga in het begin even niet praten over wat er op het scherm gebeurt. Want wat ik eerst even wil vertellen is bedankt voor de respons gisteren. Het had op het moment van kijken geloof ik 46 likes. En ik had inderdaad gezegd dat ik bij 30 inderdaad een Pokémon video zou maken. Nou, die had ik helemaal klaar gewoon dan te renderen. Maar wat dus het probleem is met dat renderen daarvan, is elke keer heeft hij na 4 minuten 50 geen beeld meer. Ik heb geen idee wat dat is. Want als ik er gewoon zelf zeg maar in Sony Vegas kijk, dan is dat gewoon prima. Maar dan gaat hij opeens, de video rendert veel sneller dan de audio. Dus dan heb je na 4 minuten 50 geen beeld meer. En dat is vet raar en ik heb geen idee wat ik aan moet doen. Dus als iemand enig idee heeft, stuur me dan vooral een bericht via Twitter. Maar ook een YouTube bericht. Als je enig idee hebt hoe dat in elkaar zit, dan hoor ik het graag van je. En dan zeg ik alvast bedankt daarvoor. Waar ik ook voor wil bedanken is de heerlijke discussie op gisteren video. Voor iedereen die het gevoel had dat ik er boos om was, ik vond het heerlijk gewoon die discussies. Waarom? Ik heb heel graag discussies met mensen over voetbal. Ik ga zo'n video als gisteren zeker vaker doen. Ik zal erop letten dat ik bepaalde dingen niet vaak zeg zoals ik zie het wel gebeuren. Dat zei ik veel te vaak blijkbaar. Het is een beetje stom, komt een beetje amateuristisch over. Sommige mensen waren het niet eens met hoe ik dacht. Bijvoorbeeld dat ik een gok deed waar Eriksen en dergelijke heen gingen. Dat is een pure gok. Ik baseer dat op wat ik hoor. Berichten die ik lees en ja, dat is het gewoon zo'n beetje. Ik zeg niet dat ik een kenner ben, maar ik durf wel te zeggen dat ik redelijk wat van voetbal weet. Ik zeg niet dat ik een insider ben op dat gebied. Dat is meer het woord dat ik zocht. Dus dat sowieso. Bedankt in ieder geval voor 46 likes, dat was super chill. Gewoon dat mensen ook de hele video hebben gekeken, vond ik heel fijn. Maar 3 dislikes en kan ik begrijpen, want de mensen zijn het met je oneens. Mensen vinden dat je ongelijk hebt. Mensen die bijvoorbeeld Willems geen talent vonden, ik zei kort in een reactie nog van: als je op je 17 al mee kan naar een EK, je bent een seizoenlang basisspeler toegegeven. Pieter was een tijdje geblesseerd. Maar alsnog, hij is gewoon heel lang al basisspeler. Hij heeft heel veel ervaring ook al opgedaan. Europees ook, ja. Europees heeft hij ook natuurlijk al zijn ervaring. En ik denk zeker dat je op je 18e, hij kan een heel goede back worden. Maar wel een kanttekening die bij hem gemaakt moet worden is: hij komt een beetje arrogant over, alsof hij er al is. Je hebt natuurlijk het incident gehad met Lens, waar hij bij meedeed, dat is ook niet echt goed. Dat is niet iets wat je moet doen. Je wilt niet onbekend staan dat je daarbij was. Maar goed, dat is sowieso. De volgende keer dat er een grote wedstrijd is, dan zal ik er zeker nog een voor doen. Misschien voor Chelsea tegen Benfica nog, voor de finale op 15 mei. Dat zou ik kunnen doen. Laat me dat vooral weten als jullie dat willen zien. Ik wil ook graag een idee van hoe ik dat moet gaan doen met die Pokémon video. Ik kan het een keer gaan livestreamen, dan zou ik het wel in 360p gaan streamen, dus niet in HD. De reden dat elke keer fout gaat met streamen is omdat ik probeer 720p te streamen, maar mijn laptop kan dat waarschijnlijk niet aan. En 360p, dat zou kunnen dan. Dan zou ik op YouTube kunnen streamen. Dus het is maar net wat jullie willen en dan hoor ik het wel in de reacties. Dus in ieder geval bedankt daarvoor. En ja, over het algemeen bedankt voor gisteren. Ik was er heel blij mee. En dan weten jullie ook gelijk waarom ik dus geen tweede video had geüpload zoals ik wel had beloofd. Maar goed, nu weer wel wat er op het scherm gebeurt. Die dagen heb ik aan mijn 1-0 achter een onhandig eigen doelpunt. Vervolgens mis ik een fantastische kans op de 1-1. Maar gelukkig komt in de tweede helft wel. Bal komt hier via TV bij Pisano. Pisano schiet hem via de keeper tergend langzaam binnen. Maar het staat wel dus 1-1 in deze wedstrijd. Het ging niet van het leidertje. Zeker tegen Elche had ik toch verwacht. Ze hebben pas 5 punten als ik het goed heb. Dat is natuurlijk niet veel. En wij doen mee om Europees voetbal. En misschien zelfs nog wat Champions League plekken. Dus het hangt er helemaal vanaf hoe we dit soort wedstrijden gewoon afsluiten. En hier zo ga ik natuurlijk voor het zekerheidje. Je weet nooit of die Aquino dan wel binnen kan krijgen. En als Steve gewoon op de goede plek staat, dan zal ik hem aan hem geven als dat nodig is. Maar hier zou ik in de 90ste minuut beslissen bij de bal. Maresca gaf maar Riemann. Riemann ziet de loopactie van Maresca. Die geeft een perfecte steekbal terug. Hij krult hem om de keeper heen. En zo staat het toch nog 3-1 in de 90ste minuut. Uiteindelijk nog een goede overwinning, maar ja, toch jammer van dat eigen doelpunt. Ik ramde op die knop om een bal weg te krijgen, maar het mocht helaas niet zo zijn. Dus gaan we gelijk even daarna hoor. Je ziet een kort Youth Squad Report. Niet iedereen, als ze zeg maar maximaal 90 potentieel hebben, gaan ze waarschijnlijk de deur uit. Dus daarom deed ik dat bij sommigen even snel zien. Ook kleine aanpassingen in de opstelling voor de wedstrijd tegen Betis. Daar speelt, als het goed is, ook de speler die wij vorig seizoen hadden, was Jonathan Pereira geloof ik. Maar die staat niet in de basis. Ze hebben wel Ruben Castro die een Team of the Season kaartje heeft. Voor degene van jullie die dan Team of the Season hebben, gefeliciteerd. Ik ben benieuwd welke jullie hebben, laat me vooral weten in de reacties. Ik heb een Team of the Season Moisander gekocht voor een Inform Eredivisie team dat ik ga maken. Misschien dat daar binnenkort een keer een squad builder van komt. Maar goed, nu de wedstrijd. Jullie zien, we pakken de leiding in de 26e minuut, wat ook het enige moment van deze wedstrijd bleek te zijn. Reden dat deze video ook wat langer is, ik doe er een squad report in en één wedstrijd meer dan normaal. Ik doe nu 4 wedstrijden.
Gewoon omdat de sommige wedstrijden waren gewoon niet heel spannend. En om de video korter te maken, puur omdat de wedstrijden niet heel spannend zijn, zou ik lullig voor jullie vinden. Dus daarom is die iets langer. Hij is nu iets van 8 minuten en ik denk dat dat wel een redelijke lengte is. Maar goed, we gaan ook gewoon weer door. We hebben een uitwedstrijd bij nummer 10, Sevilla. Sevilla heeft nog steeds een erg goed team. Spelers als Perotti, Medel, Trochowski. Negredo is ook een goede spits, maar die had ik waarschijnlijk al genoemd. En ze hebben ook Jesus Navas. Ik heb geen idee of hij speelde in deze wedstrijd. Het voelde van niets. Want ik heb nooit echt opgelet. Ik zat mijn koptelefoon en ik was met iemand aan het praten. Maar ik weet niet of hij speelde. Hij speelt kennelijk wel, maar hij was niet goed, want ik heb niks van hem gemerkt. Ze hebben ook Moustakio, die ik dus vorig seizoen moest verkopen in het begin van het seizoen, omdat hij toen weg wilde. Wat erg jammer was, maar Diego Reyes heeft zijn plek zeker goed overgenomen. En in de 17e minuut pakte de man die altijd scoort voor ons weer de leiding voor ons. TV maakt een doelpunt. Hij schiet in de 17e minuut via de paal binnen. Nadat hij een tergend langzame bal van Cosenza had opgepikt. Om zijn verdediger heen te draaien en door goed had afgerond. En dan kort voor het einde beslissen we deze wedstrijd ook. Het was wederom niet een al te geweldige wedstrijd. Aquino hier heeft een zeeën van ruimte. Kan gewoon de 16 in rennen. Ik wilde hem terugleggen op, ik geloof Cosenza was het. Maar TV kwam naar de bal toe lopen en hij schiet hem binnen. Keeper zag ook niet goed uit bij deze actie. Hij kan gewoon weglopen. Was niet een al te goed schot, dus misschien had de keeper hem kunnen houden. Maar goed, in de 90ste minuut komt er nog wel ook nog een beslissing. Pascal wordt weggestuurd door Pisano. Pascal schiet dan binnen. En zo staat het ook nog 3-0. In de 90ste minuut. Wat natuurlijk een prima uitslag is tegen het team van Sevilla. Het toont de vooruitgang die we boeken. En je zult ook zo meteen zien in het squad report hoe goed mijn team het gewoon doet. Het is echt heel raar om te zien hoe sommige spelers al zoveel waard zijn. En zij allemaal pas 17 of 18. Dat is gewoon, ja, zo chill is dat. Roberto Cosenza was daar 3 weken geblesseerd, zoals jullie konden zien. Hij had zeg maar zo'n semi-blessure opgepikt, zodat hij wel kon spelen. Maar ja, daarna toch geblesseerd. Maar ja, je ziet het al, je kunt zelf individueel kijken, maar sommige spelers groeien echt gewoon heel chill. En dat is gewoon handig, dan kan ik ze op een gegeven moment winst verkopen en dan nog betere spelers van kopen hopelijk. Maar je ziet ook bijvoorbeeld, Cosenza is al 7 miljoen waard, dat is gewoon onwijs veel natuurlijk. En ook gewoon die jeugdspelers als Miguel Pizano en Guiriman Maresca doen het allemaal gewoon heel goed. Hernán Pérez wil weg, dat kan gebeuren. TV ook al met 2 punten omhoog, wat natuurlijk fantastisch goed is. Voor de rest niet echt heel veel. Maar ik zeg al wel vast, ik hoop, zoals altijd natuurlijk, dat jullie van deze aflevering hebben genoten. Als dat zo is, laat dan een like achter. In de volgende aflevering komen de transfers. Laat vooral ideeën achter, bijvoorbeeld voor ruilmogelijkheden, wie ik zou kunnen ruilen voor wie. Voor wat betaalbare spelers bij voorkeur. En dan hoop ik jullie reacties daarvoor te lezen en te kunnen gebruiken in de volgende video. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Abonneer op mij als je dat niet gedaan hebt. Binnenkort komt er een wat langere video vanwege 700 subscribers. Like als je genoten en dan zie ik jullie morgen weer. Joe!